buiten. Verder maar even. Kerel, goed, jongen, alles goed, ja, joh. Theo van de Rode, Rodenburg Beest. Dat is de eigenaar. Er zit al, er wordt van alles. De naam zegt het al een beetje. Ja. Maar er wordt veel georganiseerd. Housepartjes? Ja, eigenlijk alles wat. Hè. Van alles tot ja, houseparties, hardcorenfeesten, Nederlandstalige muziek. Om het heel breed zien. Ja. En het is lekker groot, toch? Zo hebben we ook Crazy Piano in de club. Ik zit weer in het DJ gebeuren. Voor de DJ's? Ja, voor de DJ's. En heb je daar vanavond ook speciaal iemand voor? Of zijn er vaste DJ's? Dat zijn andere avonden. Oké. En u bent wel altijd tevreden als die artiesten heeft? Jawel, in principe doen we het een beetje samen, maar goed. Hoe kom je dan aan die def? Ja, ik vind het leuk hoor, daar gaat het niet om, maar... Ja, defruimtje, ja, hoe kom je aan def? Ja, dat vraag ik. Ja, defruimtje heeft populaire liedjes gehad, die zijn nou nog populair. Ja. En dat is heel bekend onder de jeugd. Ja. Slimmers. En er is veel jeugd, hè? Ik denk dat wij een afwisselend programma houden. Want we laten artiesten komen uit heel Nederland. Echt een mengelmoesje, dus niet één partij van Brabant, altijd dezelfde. We willen echt een breed schalen van artiestenprogramma willen wij plaatsen. Ja. Dus vandaar dus dat we Defruims na Thomas Bergen plaatsen. Ja, absoluut. En hoe laat komen die? Defruims komen om 3:15. En daarna Thomas? Rond een uur of 1 komt Thomas. Oh, en Def hou je op het laatst. Ja, had ik ook gedaan. Ja, die zet er helemaal op zijn kop. We gaan beginnen. Ik wou ook om mee te gaan naar het podium. Want ook daar ga ik jou even ophalen, Marijke. Op het podium, dat we even weten wie er natuurlijk vanavond aanwezig is. Niet iedere keer dat je zomaar hier in de Rodenburg een beetje rondloopt. Hey Jens, ik sta al vol met verrassingen. En wat moet ik zeggen dan? Welkom, dames en heren. Ja. Welkom, dames en heren. Nou draaien we de rol om. Ik ben Marijke. Kom allemaal even kijken. Nou ja, ik heb het nu. Dat is een goede sleutel. Voor de dames en heren, wie is die kunstenaar op Pinterest? Ik zag al een hele hoop mensen kijken van wie is die kunst? Wie is die kunst? Ja. Wat moet ik blijven tijd voor het podium? Goed, dit is Marijke. Marijke heeft alles gewerkt voor Man bij de Hond. En dat is het showreporters nieuws. Marijke heeft een eigen tv-uitzending, maakt haar eigen programma's. Heeft erin ook altijd mystery guests. Wanneer kunnen we dat zien en waar? Elke zondagavond vanaf 7:00 met een Nederlander en een mystery guest. En dan mogen jullie allemaal raden wie de mystery guest is. En dan staan de prijsjes op. Onder andere schoonheidsbonnen voor het schoonheidsinstituut, tepelpiercings. Tepelpiercings? Nee, ik heb jij toch gewonnen? Ja, net. Ik moest mijn broek laten zakken. Toen kreeg ik een tepelpiercing. Nou, dan gaan we broek weer. Ik heb twee Holland Festivals gepresenteerd. En ik heb twee keer in mijn onderbroek gestaan. Gaat goed? Nee, jullie hebben het met een onderbroek zien. Surf naar mijn huis, Rijker Live. En daar komen ook drie live filmpjes op. Ook dit van vanavond. En dan zien we zijn mooie wat heeft hij aan. Marijke, we gaan er allemaal bekijken, meisje. Jij bent hier zelf de hele avond. Beetje filmen, een beetje interviewen. En natuurlijk ook de mystery guests. Ook de mystery guests. Dames en heren, mag ik een heel warm applaus. Marijke! En ga rustig met het water, kom er rustig aan, want er is zo'n verschrikkelijk aardige vrouw. Ze is geen vrouw met een hele hoop poeha. Als je tegen me zegt, maar ik laat je niet zo'n beetje van je ogen. Dat is goed. Wat zeg je nou, Wim? We gaan eerst naar Lisa horen. Laten we daar nou even kijken, want anders zijn we ook vrouwen genoeg bezig om te leven. Muntjes, 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 muntj
Alleen even alles zien. Komt zo'n luxe cocktail, allemaal glazen, kun je daar kijken. Is dat ook groot? Ja, je hebt wel een groot net zo'n groot verhaal. Dat is allemaal een skizaal. Boven heb ik die cocktailbar toestand. Oh, dat is niet. Je kunt hier ook mooi kijken naar het andere. Dat is een soort VIP. Ja, ja. Oeh, het zomaar. Ja, dat is de VIP. Ja, een ruimte. De VIP-ruimte. Zo. En aan de andere kant loopt het dak, aan de andere kant ook een hoop zaal. Heb je nog mee? Maar zo. Gaan we door, gaan we. Laat maar zien. Jij kan jij het ook.